ik vind het heel knap van Herbert. Weet u nog, 2 maanden geleden, niemand kende hem. Ja, hij reed marathons, dat was het. De tijd gaat verder. Rolf Valklaassen heeft het gemeld en hier komt Sergej Beredzin, de zeg maar gewoon veteraan uit het Russische kamp. Eens kijken of Beredzin wel kan wat Klutsjev en Poskaryov niet kunnen. Valklaassen heeft vaak zijn neus gestoten op een 5 kilometer als hij niet wist hoe hij het moest aanpakken. Daar zijn we weg. Het grappige van Herbert Dijkstra is dat hij nog moet leren om zich stuk te rijden blijkbaar. Want waar Visser en Kempis gewoon zouden te sterven naar 5000 meter, rijdt hij gewoon vrolijk uit, neemt bloemen in ontvangst van het publiek en buigt vriendelijk naar zijn supporters. Inmiddels Sergej Beredzin op 19:27. Het is te verwachten dat Valklaassen een snelle opening neerzet. Die al gestalte krijgt door de komende binnenbocht. U ziet Beredzin en dan komt zo direct een rood stipje door. Hupsee. En hij pakt meteen voorsprong. Zo staat hij altijd. En dan komt hij zichzelf tussen 3 kilometer en 4 kilometer tegen. Hier is de volle ronde van Valklaassen. Die gaat in 31-2. Voilà. 50-56. 51-06. Dat zijn van die poetsen die hij wil bakken. Voormalig grootschaam van toch in het niet-Olympisch jaar. Maar zo kennen we er meer. Hij heeft zich ook helemaal klem getraind, zegt hij van zichzelf. Maar hij heeft niet de juiste inhoud voor de lange afstanden. Hier hebben we 1:22.7. Zoals gezegd, de snelste van allemaal, maar dat zat er ook in. 1:23.5. Een leuke kruising. Beredzin kan nou net naar buiten gaan. Met 2. Zoals gezegd, Valklaassen zet aan voor een fanatieke opening. Beredzin probeert mee te gaan, heeft 15 tot 20 meter aan sprong. En hier komt Valken, zoals zijn bijnaam in Noorwegen is, komt door. Heeft het hele jaar getraind, echt het hele jaar door. En loeihard. 1:55.24 met een rondje van 32,5. En dan is hij nog altijd de snelste van het hele spel. Beredzin twijfelde even, moet ik nu mee met deze doldries de poging ja of nee? En in zijn twijfel is hij toch wat meters kwijtgeraakt. Die hij nu gaat goedmaken, want Valklaassen krijgt al problemen. 2:27.89, hij gaat nu naar 32.6 toe. En Beredzin volgt. Valklaassen gaat naar binnen, heeft in ieder geval nog de wetenschap dat hij gelijk ligt aan Visser. Ja, aan Kempers, pardon, op dit moment. En dan gaan we nu naar 2200 meter. Dan mag die verzuring nog niet zo groot zijn. Dan moet hij nog in de 32 zitten. 3:00.59, 32.6 inderdaad. 3:02.29, meester voor Beredzin die iets moet toegeven. Rondje 33-2 voor de Russen is niet voldoende. En dus vallen de Russen langzamerhand weg. Klutsjev Poskaryov niet. En Beredzin kan het ook niet volhouden. Inderdaad, nu Valklaassen en zijn worsteling met die tijd. Rond de 3000 meter, 3400 meter, zit het erin dat hij die tegenslag gaat krijgen. Dit is Beredzin. Valklaassen is nu bij 2600 meter in 3:33. Met een rondje 33, voilà, hij heeft hem nu al. 3:35,5. Voor Beredzin. En die rijdt een tijd van rond de 7 minuten nu. Maar wat doet Valklaassen? Krijgt hij een klap? Dan zal dat nu moeten gebeuren als we naar de 3 kilometer gaan. De goede rijden daar 4:03. En Valklaassen komt daar niet aan. Absoluut niet. Die heeft nu al de klap te pakken. Zoals voorspeld, 4:06.50 voor je 32.8. Hij probeert het nog even, de moeder wanhoop 4:08.7 voor Beredzin.
staat nu de PA-announcer. Public address, daar staat dat voor. Je kunt horen, die roept. A very good race for Bo Skaters. Ja, hij moet toch enig lawaai uit het publiek kunnen krijgen. 4.39.4. Dan zakt hij weg. 32.9. Hij hangt nog op een goede tijd uiteraard, maar niet meer in die enorme opening om die door te trekken. Canadezen vinden dit net zoals Amerikanen ongelooflijk saai om naar te kijken. 5 kilometer gaan. Er wordt te weinig gevallen, roepen zij. Het gaat niet hard genoeg. Wij Europeanen zijn er gek van. Valk Larsen. 3800 meter. Met een rondje 33.2 is hij daar in 5.12.7. En dat ligt onder de tijd van Emmingen. En zoals u weet reed hij 6.57. Dus hij gaat een beetje in de tijd van Dijkstra zitten nu. Rechtsboven in uw beeld de snelste passage. De Leo Visser passage. Daar komt hij dus lang niet aan. 5.46.3. En dan komt hij net even onder de tijd van Herbert Dijkstra nu. Rondje 33.6. Wel weer iets zien. Echt met het moed de wanhoop nu rijdt. De man uit Gorki. ...4600 meter gaan we heen. 6.11 was de snelste tijd op dat moment van Leo Visser. En u ziet hoe het met Rolf Valk Larsen gaat. 4600 meter gaan in 6.19 of zo, 6.20 zelfs. En dan is hij iets sneller nog dan Herbert Dijkstra. Dat is dus nu het duel. 33.8 overigens was het rondje voor Valk Larsen. De vijfde plaats is in het geding. Dan mag je ook zeggen dat een Olympisch diploma op het ogenblik in het geding is. Dat krijgen de eerste 6 mensen van het klassement. De beste tijd is nu voorbij. Jammer. En dat betekent dus dat Valk Larsen, als hij tegen Visser gereden had, zo'n dikke 100 meter had moeten achtergaan. 6.54.37 is net sneller dan Herbert Dijkstra die nu naar de zesde plaats gaat. U ziet dat er blijft 3 seconden tussen beide rijders. Beritin 6.58.08. De Russen, de Nooren komen bij lange na niet aan de 2 toppers van het Nederlandse schaatsen. Bij lange na niet. Valk Larsen behoorlijk leeg gereden, maar ja, u heeft het met ons kunnen constateren. Hij kwam uiteindelijk de snelheid over het geheel genomen tekort. En de rit die nu meteen gaat volgen, dat is een rit met vraagtekens.